Honderden aanhangers van de oud-premier Thaksin Shinawatra voeren maandag in het centrum van de Thaise hoofdstad Bangkok actie tegen de nieuwe premier Abhisit Vejjajiva en zijn regering. Abhisit zal maandag de eerste officiële toespraak in het parlement houden. Maar omdat betogers de toegangswegen naar het parlementsgebouw blokkeerden, is de toespraak tot dinsdag uitgesteld. De betogers willen dat de regering nieuwe verkiezingen uitschrijft. Het parlement koos de Abhisit van de Democratische Partij 2 weken geleden tot de nieuwe regeringsleider van Thailand. Hij is al de derde premier in 4 maanden tijd.